Hallo mensen, het is vandaag 5 mei en Nederland viert de bevrijding. Maar ik hoor u al denken, de bevrijding is toch heel normaal? Daarom hebben we vandaag een speciale knop in de studio. Die brengt ons naar verslaggevers op de wereld, om de meningen te vragen van de mensen. Dus we gaan nu eens maar even op de knop drukken en kijken waar we heen gaan. Hallo Nederland, ik ben hier in Noord-Korea en ik ben Minghai en... Ik ben Sunjong en ik zorg hier namens de regering dat mensen hun vrije mening kunnen geven. Je mag overal filmen. Nou wil ik naar die mensen. Ja, maar dan moet de camera even uit. Ja, maar... Camera uit nu. Allemaal goed gedragen en net alsof jullie een goed leven hebben. Want anders krijgen jullie straf. Het zag er daar niet zo goed uit, maar we gaan nu even verder kijken. Nou, dan gaan we maar ergens anders naartoe. We gaan naar Syrië. We zijn hier in Syrië bij een Syrisch gezin. Ik kan hier niet zo hard praten, want als de eerste gaan ze ons horen, dan gaan ze ons doden. Wat weten jullie van de vrijheid? Huria? Vrijheid? Wat is dat? Ik weet het niet meer. Vrijheid is dat je in je korte broek naar buiten kan lopen of naar het strand gaan met je hele gezin. Oh, dat gaat niet hoor, want als we dat doen, worden we opgepakt, geslagen en geschopt. Ja, dat gaat niet. We zitten al een paar jaar in deze schuilkelder. Geen vrijheid, niks. Nou, zoals je ziet is hier in Syrië niet zo heel veel vrijheid. Nou, dat zag er niet heel best uit. We gaan nu naar een werelddeel waar misschien wel vrijheid is. Ik druk weer op de knop en we gaan naar London City. Goedemiddag, we staan hier midden in London City, waar alle grote banken zijn. En men heel veel vrijheid heeft hier. We gaan eens even rondvragen over de vrijheid die men hier heeft. Meneer, mag ik u eens vragen wat voor vrijheid u hier heeft? Ik sta om twee uur ben klaar met werken en om 5 uur ga ik weer slapen. Oh, wacht, dit vol gaat. Ja baas, ik ga over 2 uur, over 1 uur heb ik 2 miljoen verdiend. Doei, sorry, ik moet echt gaan. Oh, meneer, mag ik? Nee, ik kan nu echt niet. Ik moet over 1 minuut terug zijn bij mijn baas. En anders word ik ontslagen. En ik heb een hele dure auto en een groot huis die ik moet betalen. En een vrouw, dus ik moet nu echt gaan. Oh, oké. Okay. Nou, het lijkt erop als er van nergens vrijheid is. We gaan de laatste poging wagen. Renswoude, 1944. Renswoude ken ik heel goed. Daar moet wel echt vrijheid zijn. Nou... Oh, gaan we terug in de tijd? Dat is cool. Ik wil het wel eens zien. We zijn hier in Renswoude in 1944, een prachtig dorp. En we staan hier bij een paar verzetsmannen. Nou, hoe is het hier met de vrijheid in Renswoude? Heel slecht op een moment. Maar we zijn ons even prettig even voor onze familie en ze in vrijheid te laten leven. In Frankrijk zijn er op dit moment duizenden mensen aan het vechten voor onze vrijheid. Daar moeten wij ook wat aan doen. Maar is het dan niet erg om je leven te geven voor vrijheid? Zonder vrijheid zijn we niks. Dus wij gaan in opstand tegen de Duitse bezetters. Nee, nou, je ziet maar dus. Hier in Renswoude zijn ze bereid om te sterven voor vrijheid. Nou, ik ken Renswoude toevallig. En die mensen die je net sprak, daar is het niet goed mee afgelopen. Er is een monument voor hen opgericht in het centrum van Renswoude. Dus als je de volgende keer hoort, ach, vrijheid is toch heel normaal? Dat is dus echt even iets om bij stil te staan.